Ik ben Tycho en dit seizoen ga ik de mensen ondervragen van Excelsior. Wie zit daar? Hoi. Oké. Fix je schoenen. Ik ben er klaar voor, hoor. Waar blijf je nou? Ik zit al meer dan een kwartier te wachten. Waar blijft hij nou? Hallo. Goedemorgen. Heb je zin in? Ik heb er zin in. De eerste goal en we beginnen gelijk te laat. Sorry? Je hebt een goal gemaakt en we beginnen gelijk te laat. Ja. Ik ben een Marokkaan, die komen nooit op tijd. En dan komen we echt te wagen. Welke clubs heb je allemaal gespeeld? Ik ben begonnen bij ADO in de jeugd en daar heb ik 12 jaar gezeten. En toen bij Almere City gespeeld, Roda gespeeld en nu bij Excelsior. Oké. Excelsior is toch wel een goede club, hè? Ja, een hele goede club. Mis je Roda wel eens? Die plek waar ik heb gewoond 2 jaar was heel rustgevend. Maar ik vind dat ik hier meer op mijn plek zit, zeg maar. Kan er geen gillende meiden af op dat huis? Nee. Die vrije trap van jou, wat eet je daarvoor? Wat ik daarvoor eet? Nou, eten niks speciaals, maar wel veel trainen. Oh, ik dacht aan mijn naam, omdat je met sabberballen schiet. Nee. Ja, ik eet wel eens bananen voor de wedstrijd, maar niet zoveel. Ik zie dat je weer een tand hebt. Ja, klopt. Zet je overal je tanden in? Nee, niet overal. Hoe heb je hem weer gevonden? Ik heb hem niet gevonden. Ze hebben een nieuwe laten maken. Ah, dat zie ik wel. Helemaal wit. Ja. Hoe erg vond je om je tand te missen? Dat vond ik wel erg. Stond je zo dan? Nee, dat niet. Maar het is toch niet, geen lekker gevoel als je niet je echte tand hebt. Heb je ook zo'n hekel aan de tandarts? Nee, ik heb daar geen problemen mee. Mag ik even water drinken tussendoor? Ja, ik ook. Wat is jouw lievelingscijfer? 6. Dacht ik al. Je bent in Den Haag geboren en nu voetbal je in Rotterdam. Wat is het verschil tussen Den Haag en Rotterdam? Ja, ik zie eigenlijk niet zo heel veel verschil. Allebei een mooie stad en ik ben in Den Haag en Rotterdam is voor mij hetzelfde eigenlijk. Nee. Vind jij van niet? Nee, Den Haag wordt er wel veel gescholden. Ja, in het stadion kunnen ze er wel wat van, hè? Ja. Als je naar Oranje kijkt, vind je het niet gek dat je nog nooit gebeld bent voor advocaat? Nee, daar moet ik niet over praten als ik bij Excelsior speel. Nou, we winnen nooit wat bij Oranje. Nooit? Misschien nooit. Hebben we jou wel wat nodig. Ja? Nee, ze hebben genoeg goede spelers. Wat vind je het leukste aan voetballen bij Excelsior? Voor deze supporters spelen. En we hebben gewoon een leuk team. Ja. Vind je niet? Wie vind je het aardigst? Uit team? Ja. Ik schiet veel met Stanley en Ali en Mesut. Voor welke club zou jij de toekomst echt nog willen spelen? Ja, ik heb niet echt een favoriete club in Nederland. Maar een keer voor een club in de linker rijtje zou ik wel leuk vinden. Dit waren mijn vragen. Ja? Is goed. Was heel leuk.